Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Wil jij vaak meer doen dan je kunt doen op een dag? Of misschien wil je wel meer doen dan je kunt doen over een jaar? Wat het ook maar is op dit moment. Het is denk ik een heel mooi principe om te gaan kijken naar de korte en de lange termijn en wat je daarin kunt doen. Maar vooral ook, en daarin wil ik het nu met je over gaan hebben, een aantal tips hoe je snelheid en geduld toepast. Want wat we vaak doen, en misschien herken je dit wel, is dat je heel erg bezig bent met op dit moment de dingen realiseren zoals die kunnen. Als je bijvoorbeeld wilt afvallen, dan kan het zijn dat je nu volle bakken mee aan de slag gaat. Dat je dit een paar weekjes ook heel mooi volhoudt. Het kan betekenen dat als jij bijvoorbeeld je eigen bedrijf wilt oprichten, dat je nu heel erg snel en goed van start bent gegaan om daarmee bezig te zijn. Dat is snelheid. En op snelheid kunnen we natuurlijk op de korte termijn heel veel dingen gaan neerzetten en bereiken. We stoppen er veel uren in, we zijn ermee bezig en op die manier komen we waar we kunnen komen. Maar soms hebben we ook geduld nodig om daar te gaan komen waar we willen komen. En het afvallen is een heel mooi voorbeeld. We kunnen wel een paar weken heel snel en goed resultaat boeken. Maar als je vervolgens terugvalt in oud gedrag, dan heeft dat zo weinig effect. En als we ons gaan focussen op geduld, dan betekent dat je die stapjes gaat zetten om gewoontes te ontwikkelen, waardoor je uiteindelijk op de lange termijn dus betere prestaties gaat leveren. En dat kan betekenen dat je in het begin inderdaad een paar klanten moet laten lopen om uiteindelijk op de lange termijn een beter product te kunnen neerzetten. We zien dit veel met bijvoorbeeld lidmaatschappen in dit geval. Heb je bijvoorbeeld een product met een lidmaatschap, dan kost dat meer tijd om er zoveel mensen in te krijgen en zoveel mogelijk klanten daarin te krijgen. Dan misschien één enkele klant die je heel veel oplevert op dat moment, maar die je ook veel kwetsbaarder maakt. En als je op de lange termijn gaat kijken naar al die klanten die je kunt gaan binnenhalen, dan zul je merken dat als je daar geduldig op bent, dat je op de lange termijn dus heel veel resultaat gaat boeken. Hetzelfde geldt voor artikelen, blogs, video's die je aan het maken bent. Op de korte termijn levert je eigenlijk niks op. Het levert je geen klanten op. Maar blijf je dit op de lange termijn continu doen, dan zul je merken dat mensen je misschien ook serieuzer gaan nemen, omdat je consistent de hele tijd die stapjes blijft zetten. Maar ook zeker dat ze weten van jou is dat ze op de lange termijn op jou kunnen vertrouwen, omdat je steeds komt met nieuwe content en dingen die je aan het delen bent. En op de lange termijn gaat het dus voor meer online zichtbaarheid zorgen en kun je ook gaan scoren. En nog veel te snel zie ik dat mensen op de quick fixes gericht zijn, dus nu resultaat willen zien. Zo gaat het niet. Zo gaat het met de meeste dingen niet. Het is niet zo dat je meteen een fulltime eigen bedrijf kunt oprichten als je nu nog nooit iets hebt gedaan en dat je dat binnen 3 maanden wilt doen. Die coachingsgesprekken voer ik wel vaak bij mensen. Die willen dan binnen 3 maanden die 2000 euro minimaal verdienen per maand. En dit zijn dingen die vrij lastig zijn om dan te kunnen doen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar we willen vaak te weinig, te veel op de korte termijn. Ook dingen die je op een dag wil doen. Het kan zijn dat je 10 dingen op een dag wil doen en dat je daar gewoon niet aan toe komt. En dat het iedere keer hetzelfde patroon zich herhaalt. Ook hier geldt weer voor, je bent gericht op snelheid. Op de korte termijn levert dat wel iets op, maar je doet van al die 10 van die dingetjes doe je maar 5% of zo. En als je had gefocust op 1 ding, was dat afgerond geweest aan het einde van die dag. En had je dat stukje gewoon afgerond. En dat betekent dat je dus, als je meer geduld hebt, dus zorg dat je die ene taak doet in plaats van die 10 dingen op dat moment, dat je ook meer gedaan krijgt. En dat is aan de ene zijde tegenstrijdig, door te denken dat we meer op geduld gefocust moeten zijn dan op snelheid. Maar het is echt de enige manier om langdurig succes te krijgen. Omdat je daardoor juist veel meer gefocust bent op gewoontes ontwikkelen. En als je die gewoontes kunt ontwikkelen, dan zit het goed voor de lange termijn. Wil je op de korte termijn, dus heb je even die motivatie vandaag om met iets aan de slag te gaan, dan lukt het je vandaag ook wel. En dan heb je dat ook geproduceerd. Maar de volgende dag kan het zijn dat je die motivatie niet hebt. Dan doe je opeens niks meer. En als we op geduld gericht zijn, dan zijn we veel meer gericht op onze gewoontes. En kunnen we langzaamaan dit gaan creëren. Terwijl dat bij motivatie we hier starten en we zitten heel hoog in ons energieniveau, maar op een gegeven moment de resultaten worden steeds iets minder. Omdat je niet echt de vooruitgang weet te boeken door alles op snelheid te gaan doen in plaats van geduld. En dat is ook het voorbeeld wat ik net noemde. En met die 10 dingen die je dan wil doen op een dag. Je wil alles op die dag voor elkaar krijgen. Wat gebeurt er? Juist het tegenovergestelde gaat gebeuren. Omdat je te onrustig bent, te veel stress misschien ook al hebt.
maar te veel geneigd bent, te veel nadenkt over alles wat je nog moet doen in plaats van dat je echt iets aan het doen bent. Dus ik zou zeggen, wees vooral iets geduldiger in de doelen en de dingen waar je nu mee bezig bent. En ja, ga liever als een slak dan als iemand die heel snel die berg op wil, maar halverwege stopt en weer naar beneden gaat. Wees dan de persoon, of zoals ik het vaak zeg, wees dan niet de sprinter die de berg op sprint en weer terugzakt. Maar wees de marathonloper, iemand die elke dag een klein stapje zet in de richting van die bergtop. Maar die ook blijft doorlopen en niet ondertussen afhaakt. Ik hoop dat je hier iets aan had en ja, wees dus geduldig en stel geduld boven snelheid. Vond je dit interessant of wil je graag een reactie hieronder plaatsen? Kun je hier een beetje in vinden of juist helemaal niet? Laat het mij eventjes weten in een reactie. En dan hoop ik je natuurlijk weer de volgende keer te spreken. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.